Afgelopen vrijdag werd bekendgemaakt dat de ontknoping van Wie is de Mol dit jaar vanwege de grote belangstelling verplaatst is naar Paleis Soestdijk. Er rijden zelfs gratis pendelbussen, zodat alle fans daar live kunnen horen wie de mol is. Hier volgt alvast een spoiler alert. Het is of ene Daniel, of ene Jurre, of ene Ranomi, of ene Soy. En dan meteen nog maar een spoiler alert, nu we toch bezig zijn. Je kunt als kijker niet weten wie de mol is. Niet. Dat kun je niet weten. Dus stop met raden. Je hoeft niet te raden. Het programma is natuurlijk zo gemonteerd dat niemand het kan weten. Want als je het zou kunnen raden door heel goed op te letten, dan zou er altijd wel een heel slim iemand zijn die erachter komt en die het daarna op internet zet. En dan zouden alle mensen die tijdens carnaval meezongen met het nummer Ik heb ladders zat, het daarna ook weten. Je kijkt eigenlijk naar andere mensen die een spel spelen. En zelfs voor de deelnemers zelf zit dat spel niet bijster goed in elkaar. Ze hebben namelijk allemaal dezelfde belangen. Zowel de kandidaten als de mol hebben er baat bij om soms geld in de pot te brengen en soms te mollen. De kandidaten willen immers ook verdacht lijken en de mol wil niet te erg opvallen. Ze doen in feite dus allemaal hetzelfde. Dus ook de kandidaten kunnen het eigenlijk niet raden. Bovendien valt er voor de mol helemaal niks te winnen. Hij probeert zo min mogelijk geld in de pot te krijgen, maar als hij dat niet doet, is er niks aan de hand. En mocht het dan al zo zijn dat de mol, omdat hij niet doorheeft dat er voor hem niks te halen valt, net iets meer molt dan de kandidaten, waardoor zij toch vermoedens krijgen over wie het kan zijn, dan nog geldt dat niet voor ons. En in plaats van dat het programma eerlijk tegen de kijkers zegt, het heeft geen zin om te raden, wacht het gewoon rustig af, zeggen ze, ga vooral raden wie het is. En het gekke is dat Nederland dit dan ook nog massaal doet. Meer dan 2 miljoen mensen kijken wekelijks naar dit programma. Er is een nabespreking waarin alle niet-aanwijzingen nog eens worden doorgenomen. Er is een app waarmee je kunt inzetten op jouw verdachten. Allemaal mensen die denken het programma toch wel even te slim af te kunnen zijn. Waarom moet ik met deze mensen op dezelfde wereld verblijven? Het is niet te doen. Ik hoorde laatst iemand zeggen, ik zit nogal in een soy-tunnel. Met deze mensen moet ik samenleven. Het is alsof je 10 afleveringen gaat wijden aan wie jij denkt dat komende maand de staatsloterij gaat winnen. En dat Anja dan zegt, ik denk echt dat het winnende nummer 81691533940 gaat zijn. Ik weet niet, ik zag gisteren iemand zo met zijn hand bewegen en ineens dacht ik, het moet haast wel. Je kunt zeggen over Nederland in beweging wat je wil, maar we mogen tenminste wel meedoen. En dan nog de zogenaamde verborgen hint die het programma na afloop bekend maakt. Een verborgen hint is geen hint. Dat is een hint die alleen helpt als je het antwoord al weet, en dat heet een verklaring achteraf. Vorig seizoen luidde een van deze verklaringen: de mol droeg een shirt met op de achterkant Bird 33. Het was het 22e seizoen en er deden 11 kandidaten mee. Dat is samen 33 en Bird verwijst naar de Albanese vlag waar een tweekoppige vogel op staat. En de mol heeft ook 2 gezichten. Serieus hè, ik verzin dit niet. Is er iemand die toen hij dit hoorde dacht, verrek, ik heb daar dus gewoon overheen gekeken. Ik verdenk het programma ervan dat ze die hints ook helemaal niet van tevoren bedacht hebben. Die hints, die zijn er helemaal niet. Die verzinnen ze gewoon achteraf. En ondertussen hebben zij ook de grootste lol omdat ze denken, gaan die mensen dit echt pikken? Ja hoor. Molloten worden deze fanatieke kijkers ook wel genoemd. En die term, lieve mensen, is geen geuzennaam. Het is een keihard scheldwoord dat mij tot op het bot zou raken. Spoiler alert, mocht iemand mij ooit zo noemen, dan sta ik niet voor mezelf in. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.